sprint. En Swaansdien die gaat daar serieus in het derde spoor naar voren. En die doet dat samen met Dinant Convital. Wat gaat hier gebeuren dan? Swaansdien, oh, wordt opgevangen. Kijk aan door Dinant Convital. En dan ineens stopt de opmars. En we gaan zo dadelijk dan de laatste rechte lijn in. Krebas tegen Danny Brouwer. En Danny springt eruit. Krebas tegen Krebas. Wie oh wie? Dinant Convital aan de buitenkant of aan de binnenzijde? Cool en Fnatic. Dat is de grote vraag. Maar er wordt gereden als leeuwen. En dat is mooi om te zien. Het is nog altijd aan de binnenzijde Cool en Fnatic. En wat is dat ongelooflijk knap als je dode spoor hebt. En je kan dan toch voor Dinant Convital blijven die alles op maat had. De 8 wint voor de 7, dan de 4 en dan de 6. Dat is voorlopig. Ja, we gaan huldigen, dames en heren. Cool en Fnatic en Bas Krebas. Cool en Fnatic is een 6-jarige bruine ruin van Kaaset en Bas. Uit Welt en Fnatic, gefokt in Duitsland, bezit bij de Himia BV, trainer Bas Krebas. En hij was ook de piqueur van dienst. Bas, gefeliciteerd. Dat was leuk. Ja, had ik niet op gerekend eigenlijk. Ik denk, dat is zwaar in vandaag. Als hij bij de eerste drie is, loopt hij goed. Hij viel me hier niet helemaal mee de laatste keer. Maar Wolver was hij natuurlijk weer top. Ik had hem op Russel zetten, maar hij is in bloedvorm. Dan zou ik dat niet doen? Nee, ik denk dat we nog even doorkoersen. Maar eerst eventjes aandacht voor een hele, hele sterke winnaar. De sterkste van de dag eigenlijk wel. Alles buitenom tegen hele goede paarden. Cool en Fnatic, Bas Krebas. Bocht uit, 50 meter nog. Start gevallen, een van de favorieten springt daar weg. Dat is paard nummer 3, Naomi Di Quattro. Uitgeschakeld, nummer 3, galop, 3 galop. Vandaag gebeurt dat een keer. En ook een galopade voor Anna Bablou. Anna Bablou springt weg en valt terug naar de laatste gelederen. En de leiding wordt genomen aan de... Uitgeschakeld, nummer 5, galop, 5 galop. Door paard nummer 4, Swaansdien. En Swaansdien is een paard dat, die zou dat kunnen van kop af. Maar er wordt hem geen rust gegund. Want aan de buitenzijde krijgt hij een aanval van een opkomende nummer 9, Anthony Kim. Zou stuivertje wisselen kunnen worden, want Anthony gaat niet graag van kop af. Maar dan is hij te laat, want daar is Rodengatter al aan de buitenzijde. Met paard nummer 6, Joyful Angel. En Joyful Angel, die heeft vandaag nu hele goede papieren om deze koers tot een goed einde te brengen. We komen af op de rechte lijn voor de tribune. Ook de Krebas-formatie is inmiddels in aantocht en die komen aan de buitenzijde naar voren. Waarbij Cool en Fnatic gaat beuken op Joyful Angel. En de ideale gangmaker is voor het paard daarachter voor de stal Dinant Convital. Aan de binnenzijde volgt dan een heel mooi geplaatst Anthony Kim. Verder weg dan Swaansdien. En achter Swaansdien Janko BD. En aansluiting is er dan nog voor Jan Thijs de Jong en zijn nummer 10 Chesk Boko. De overige paarden op de grote achterstand dan wel uitgeschakeld. En we gaan op weg naar de overzijde van de baan met een ongewijzigde volgorde. Waarbij Joyful Angel het tempo bepaalt. Joyful Angel zoekende naar de juiste vorm. Maar we weten dat hij tot veel in staat is. En misschien dat we daar vandaag weer eens een voorbeeld van gaan zien. Joyful Angel halve lengte voorop aan de buitenzijde Cool en Fnatic. Daarachterin een zetel aan de buitenkant, Dinant Convital. En achter Dinant Convital loopt aan de binnenzijde ook geen meter te veel Anthony Kim. Achter Anthony Kim is het Swaansdien. En Swaansdien wordt gevolgd door Janko BD, die op dit moment prima meegaat in dit geweld. Vooraan is het nog altijd die nummer 6 en dat is Joyful Angel. Heeft de leiding stevig in handen. Tweede plaats aan de buitenzijde voor Cool en Fnatic. Achter Cool en Fnatic is het aan de relingzijde nog altijd die Anthony Kim. Die aan de buitenzijde nu wordt gepasseerd door een opkomende Dinant Convital. En daarachter maakt ook Swaansdien zich op voor één mooie eindsprint. En Swaansdien die gaat daar serieus in het derde spoor naar voren. En die doet dat samen met Dinant Convital. Wat gaat hier gebeuren dan? Swaansdien, oh, wordt opgevangen. Kijk aan. Door Dinant Convital. En dan ineens stopt de opmars. En we gaan zo dadelijk dan de laatste rechte lijn in. Krebas tegen Danny Brouwer. En Danny springt eruit. Krebas tegen Krebas. Wie oh wie? Dinant Convital aan de buitenkant of aan de binnenzijde Cool en Fnatic? Dat is de grote vraag. Maar er wordt gereden als leeuwen. En dat is mooi om te zien. Het is nog altijd aan de binnenzijde Cool en Fnatic. En wat is dat ongelooflijk knap als je dode spoor hebt. En je kan dan toch voor Dinant Convital blijven die alles op maat had. De 8 wint voor de 7, dan de 4 en dan de 6. Dat is voorlopig.